Hey jongens, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. In deze video ga ik jullie uitleggen hoe ik mijn achtergrond heb gemaakt. Mijn achtergrond van mijn iPhone ziet er namelijk zo uit. En zoals je kan zien is het dus een filmpje. Dat vind ik zelf er super leuk uitzien. En heel veel mensen van jullie vroegen ook aan mij of ik kon laten zien hoe ik het had gedaan. Dus ik ga in deze video stap voor stap aan jullie uitleggen hoe ik dit heb gemaakt. Degene die ik heb gedaan is de gratis versie, omdat je kan dus eentje doen die betaald is. En eentje die gratis is, maar ik dacht voor de video is het wel beter om te laten zien de gratis versie, zodat iedereen hem kan maken. Nou, om zo'n filmpje te maken heb je twee apps nodig. De eerste app heet InShot en de tweede app heet IntroLive. Ik zal ook in de beschrijving even linkjes zetten naar deze twee apps. Stap 1 is, je kiest 6 foto's. Dus 6 van je favoriete foto's die jij dus wil in het achtergrondfilmpje. En daarna kies je 3 video's die allemaal 1 seconde zijn. Ik weet niet of jullie allemaal een video hebben van 1 seconde. Maar ik had er wel een paar die ik gewoon leuk vond om daarin te doen. Maar als je dat niet hebt, dan kan je in plaats van 6 foto's, 10 foto's gebruiken. Maar ik vind het er zelf leuker uitzien als er video's tussen zitten. Dus als je wel leuke video's hebt van 1 seconde, of misschien heb je video's van 3 seconden, maar dan maak je het gewoon kleiner als 1 seconde. Dan zou dat wel net iets leuker in de achtergrond komen te staan. Als je dus je video's en foto's hebt uitgezocht, dan stop je ze in een apart mapje. Dat heb ik ook gedaan, zoals je kan zien. Ik heb dat mapje gewoon even achtergrond genoemd. En daarin zitten dus mijn 6 foto's en mijn 3 video's die ik wilde gebruiken. Stap 2 is je gaat naar de app InShot. Als je de app opent, dan druk je op video. En dan komt er een icoontje met nieuw, zoals je hier kan zien natuurlijk. Dus dan ga je dus een nieuwe video maken. En dan ga je naar albums en dan kies je dus het album die wij net hebben gemaakt. Dus de achtergrondalbum. En dan selecteer je alle video's die in dat mapje stonden. Dus in mijn geval 3. Daarna ga je naar foto's en daar doe je hetzelfde. Daar ben je al, als het goed is, in het mapje achtergrond. En dan kies je dus al je foto's. En als je die allemaal hebt geselecteerd, dan druk je op maak. Als alles in een rijtje staat, zoals hier nu staat, dan kies je je allerfavorietste foto. Die van mij is deze. Nou, dan druk je bij het dingetje duration, dus hoe lang het stukje moet duren. Daar zet je 0,1 seconde. De rest van de foto's zet je allemaal op 0,5 seconden, zoals ik hier aan het doen ben. Nou, als je dat allemaal hebt gedaan, vind ik het zelf heel erg leuk om 2 foto's te doen. Dan een video, weer een foto, een video, een foto, een video en dan weer 2 foto's. Dat vind ik het leukste effect hebben, maar jullie kunnen natuurlijk helemaal zelf weten hoe jij hem wil maken. Dus je hebt de eerste foto op 0,1 en dit ga je ook bij de laatste foto doen. Dus de laatste foto zet je ook op 0,1 seconde. Als je dat hebt gedaan, kom je als het goed is op 5 seconden precies. Dat staat hier beneden zoals je kan zien. Hij kan dus niet langer zijn dan 5 seconden, want dan werkt het niet voor het filmpje. Dus zorg ervoor dat hij 5 seconden is of net iets minder. Het laatste wat je moet doen in deze app is even het icoontje weghalen van InShot, zoals je daar kan zien. Ik ga hem nu zelf ook even weghalen. En dan komt er dus zo'n ding in beeld en dan schrijf je remove this once. En dan gaat hij gratis dus weg. Nou, als je dat hebt gedaan, dan kan je hem opslaan. En als je hem opslaat, dan komt heel vaak een reclame, maar je moet die reclame wel afkijken. Want als je dat niet doet, dan komt die dus niet in je filmrol. Dus kijk gewoon die reclame even af, dan druk je op het kruisje en dan staat die dus, als het goed is, in je filmrol. We zijn nu al aangekomen bij stap 3 en dat betekent dus dat we de volgende app gaan gebruiken. De app IntroLive. Nou, dit is een super makkelijke app, je doet hem gewoon open, je staat er. Je kiest de video die we net hebben gemaakt, dus de laatste video die in je filmrol staat. En dan druk je op make. Dan komt er nog een dingetje in beeld waar er staat no repeat of 1 keer repeat of 2 keer repeat. Maar doe gewoon no repeat, want dan is die natuurlijk gratis. Dan druk je op save live photo. Dus dan ga je hem dus opslaan. En dan staat die, als het goed is, als een foto in je filmrol. Het is dus nu als een live foto opgeslagen, dus je kan deze dus als achtergrond doen. En dat gaan we natuurlijk nu doen. Zet hem wel als achtergrond als toegangsscherm, want dat ziet er gewoon leuker uit. Want dan heb je hem dus gewoon echt, als je je telefoon opent bij je toegangsscherm, heb je dan die foto. En tadaa! Zo, nu is je foto een achtergrond geworden. Super cool toch? Nou, dit was dan de video over hoe je een bewegende video als achtergrond kan zetten. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En als jullie er ook eentje gaan maken, zet hem dan zeker op TikTok
en tag mij erin. Dan kan ik hem natuurlijk liken. Want dat zou ik heel erg leuk vinden om te zien. Nou, als je iets aan deze video hebt gehad, dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Er komen nog heel veel leuke video's aan. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!